Goed. Dames en heren, dat mag je niet meer zeggen, hè? Van de NS. Beste mensen. Misschien een beetje vreemd om te praten in de herfst over het geboorteproces, want geboorte associëren we toch meestal met de lente. En de herfst, dat is toch het seizoen van de dood. Toch hebben we besloten om vandaag maar te beginnen met het geboorteproces, want we hopen dat dit de geboorte is van een heel mooi lezingenseizoen. En we hopen u ook duidelijk te maken dat gedurende dat hele seizoen dat de theosofie of de theosophia, dat het eigenlijk een levensfilosofie is. Dus geen religie, geen godsdienst, maar een levensfilosofie die heel veel problemen, zo niet alle problemen en vraagstukken van de mensheid kan oplossen en bovendien veel inspiratie geeft in het eigen leven. En toch hadden we ook deze serie kunnen beginnen met een lezing over het sterven. Want zoals we u straks duidelijk proberen te maken, is geboren worden en sterven eigenlijk hetzelfde. Je kunt niet geboren worden zonder te sterven en je kunt niet sterven zonder geboren te worden. Er is een song van Bob Dylan waarin die zegt: "He who not busy being born is busy dying." Dus wie niet druk bezig is geboren te worden, die is druk bezig te sterven. Maar wij scherpen dat nog een beetje aan. We zeggen, je bent altijd druk bezig met geboren te worden en tegelijkertijd met te sterven. Je kan het een beetje vergelijken met het verdwijnen en verschijnen. Als ik hier de zaal verlaat, dan sterf ik in deze zaal en ik word geboren op de gang. Ja? Of om het nog duidelijker te zeggen, als je als kleuter sterft, dan word je tegelijkertijd als schoolkind geboren. En als je als schoolkind sterft, dan word je als puber geboren. En als puber sterf je en dan word je als volwassene geboren. Ja? Dus je gaat eigenlijk van de ene fase naar de andere door in de ene fase te sterven en in de andere fase geboren te worden. En om het nog duidelijker te zeggen, dan komen we heel dicht bij reïncarnatie. Je sterft in de ene toestand en dat houdt tegelijkertijd in dat je in de andere toestand geboren wordt. Je gaat dus altijd van de ene naar de andere toestand. En die processen die lopen heel geleidelijk. Je gaat niet om een goede dag slapen als puber en je wordt dan als volwassene geboren. Ja, dat is een geleidelijk proces. En in feite geldt dat ook voor het sterven in dit leven. Geleidelijk aan ga je dus over naar een andere toestand, naar een andere fase. Om dit goed te begrijpen zou je eigenlijk eens moeten afvragen, wat is het nu dat sterft en wat is het dat tegelijkertijd geboren wordt? Er moet iets zijn dat overgaat van de ene toestand naar de andere en dat iets, ja, in verschillende religies noemen dat de ziel of de geest of de adem of atman in het oosten, maar iets moet van dat ene naar dat andere overgaan. En dat iets, dat bent u. Dat iets is die werkelijke mens. En wij zullen vanavond dat iets bewustzijn noemen. Bewustzijn. Wat is bewustzijn? Nou, in de maatschappij wordt eronder verstaan dat dat iets is wat je kunt verliezen als je flauw valt of zo. Of als je erbij bent. Maar wij verstaan onder bewustzijn eigenlijk iets anders. Namelijk precies wat het woord zegt dat het is. Bewust. Tweede woord, zijn. Dus zijn, dat bewust is. En alles wat is, is zijn. Ja? En dat zijn, dat is bewust, ofwel, dat is leven. Met andere woorden, bewustzijn en leven zijn eigenlijk synoniemen van elkaar. U zegt hier misschien, nou weet ik nog niks, want wat is leven? Ja, wij denken wel dat we weten wat leven is, maar als je op het internet kijkt, dan kom je al snel 20 verschillende definities tegen over wat leven is. En volgens ons voldoen geen van die definities. Er is één definitie die wij hanteren, en dat is een definitie die al 2300 jaar langer zelfs oud is, namelijk van de Griekse wijsgeer Plato. En Plato komt met een hele interessante omschrijving over wat leven is. Hij zegt, leven is iets dat vanuit zichzelf in beweging kan komen. Zelfbeweging. En het is iets dat op iets anders kan reageren en tegelijkertijd het voorwerp van de actie of de reactie
van een ander is. Dus zelfbeweging, reagerend op anderen en het voorwerp van anderen. Oftewel, er is een interactie tussen die verschillende bewezens, bewustzijnen. En als je dan om je heen gaat kijken met deze definitie van Plato, dan moet je al snel tot de conclusie komen dat er eigenlijk niets is wat niet leeft. Want alles kan vanuit zichzelf in beweging komen, alles kan reageren op iets anders en kan het voorwerp van de actie van een ander zijn. Kijk maar naar de kosmische wereld, dus de sterren en de planeten zijn allemaal in beweging, reageren op elkaar, draaien op elkaar. Natuurkundigen proberen dat te vangen in wetten, zwaartekrachtwet en zo. Kijk je naar het kleine wereldje van het atoom, dan zie je ook diezelfde beweging, elektronen die om de kern draaien, enzovoort, enzovoort. Cellen, alles is in beweging. Al die verschillende interacties zijn eigenlijk niets anders dan de gewoontepatronen van levende wezens. Dus, zeggen wij, logisch redenerend, alles leeft. Alles is bewustzijn. Nu kun je niet op elkaar reageren als je elkaar niet op de een of andere manier waarneemt. Waarneming heeft dus alles te maken met bewustzijn. Nu zijn er natuurlijk een heleboel verschillende manieren van waarnemen. Wij denken dan vooral aan zintuigelijke waarneming. Je ziet wat of je hoort wat. Maar er is ook iets wat we gevoelswaarneming zouden kunnen noemen. Dus je komt ergens en dat voelt niet prettig of zo. Die sfeer is niet lekker. Of die sfeer is juist wel prettig. Waar ligt dat aan? Ik weet het niet, maar je neemt het wel waar. Wat misschien wel de meest normale manier van waarnemen van ons mensen is, hoewel wij dat niet als zodanig erkennen, is denken. Want denken is in feite het waarnemen van gedachten. We nemen een gedachte waar. Wat ik nu in feite aan het doen ben, is bepaalde gedachten uitzenden. En als het goed is, als u niet zit te slapen, dan neemt u die gedachte waar. Dan denkt u ze. Kortom, er zijn vele vormen van waarneming, vele vormen van bewustzijn. Er is vaak een verwarring tussen bewustzijn en zelfbewustzijn. En dan zeggen mensen, ja, dieren hebben geen bewustzijn. Nee, dieren en planten hebben wel bewustzijn, zijn bewustzijn, maar ze hebben geen zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn, dat zou je kunnen omschrijven als dat je jezelf waarneemt. Je kijkt in de spiegel en dan bedoel ik met name de mentale spiegel, want als je in de gewone spiegel kijkt, zie je alleen je lichaam. Maar de mentale spiegel, je kan over jezelf nadenken, je weet wie je bent enzovoort. En dieren, hogere zoogdieren, die hebben al een klein beetje van dat zelfbewustzijn, maar nog niet zoals mensen. Maar wij hebben in ieder geval zelfbewustzijn. Goed, we zijn bewustzijn dus, zelfbewustzijn. En het bewustzijn gaat van de ene fase naar de andere, naar van de ene toestand naar de andere. Het wordt in de ene toestand geboren en sterft daardoor in een andere toestand. Als we oud zijn, dan sterven we in de toestand die we leven noemen en worden we geboren in de toestand die wij met een algemeen woord dood noemen. En vervolgens sterven we in de toestand die we dood noemen en worden we geboren in de toestand die we leven noemen. En dan sterven we weer, enzovoort, enzovoort. We noemen dat de kringloop of de cyclus van leven en dood. Alle wezens manifesteren zich cyclisch. En omdat alles een levend wezen is, zie je dus overal cycli. Ja? Elk bewustzijn, of nu een ster is, of een planeet, of een mens, of een dier, of een atoom, of een cel, of wat je ook maar wil. Of een gedachte, want een gedachte is ook een levend wezen. Ja? Manifesteert zich, kent zijn periode van activiteit, van leren, trekt zich terug, verdwijnt, kent zijn periode van rust en komt weer terug om opnieuw te leren, activiteiten te ondernemen. De cyclus van leven en dood betekent dus dat de toestand die wij leven noemen, wordt afgewisseld met de toestand die wij dood noemen. Precies zoals de app en de vloed van het leven of dag en nacht is een voortdurende afwisseling van activiteit en passiviteit. Nu moet u niet denken dat een cyclus een zinloos ronddraaien in cirkeltjes is, want in die periode van activiteit, als het goed is tenminste, kunnen we onze lessen leren en
daarin groeien we dus. Kunnen we tot bewustzijnsuitbreiding komen. Dus je zou een cyclus met een schroefdraad kunnen vergelijken of met een wenteltrap. Dit is een wenteltrap. je gaat in kringetjes, maar je gaat wel langzaam omhoog. Dat is het idee van een cyclus. Ja, als we dus naar de herfst kijken nu, we zien dat de bomen afsterven. Ja, periode van de dood. En als we straks aan het eind van de winter weer gaan uitbotten, dan is het dezelfde boom. Maar dezelfde boom plus de groei die hij heeft doorgemaakt vergeleken met de vorige lente. Ja? Dus het is altijd een groei. Wel nu, als wij dus spreken over de geboorte van een mensenkind, dan is er nooit sprake van een absoluut begin. Zo min als de dood een absoluut eind is. Er is sprake van relatieve beginpunten en eindpunten. En voor ons, hè, levende in de toestand die wij leven noemen, is de geboorte zo'n relatief beginpunt. Precies zoals wakker worden naar een nachtrust een relatief beginpunt is. Maar we hebben natuurlijk al een heleboel dagen daarvoor ook geleefd, zijn we ook wakker geworden. Zo, elke keer als we dus geboren worden, is dat eigenlijk een nieuwe geboorte in een reeks van levens. Niet dat elk leven dezelfde is als de vorige, want hè, cyclus, wenteltrap, we groeien steeds. En u vraagt zich misschien af, hoe lang gaat het proces door en hoe lang is het al aan de gang? Nou, dan komen we bij het meest essentiële punt van wat de theosofie te bieden heeft, namelijk, er is sprake van grenzeloosheid. Er is geen absoluut begin en geen absoluut eind. Er zijn dus al relatieve beginpunten en relatieve eindpunten, maar er is sprake van grenzeloosheid. Het bewustzijn is in essentie grenzeloos. Niet zoals het zich manifesteert, want ik ben niet grenzeloos, want ergens houdt het van mij op, dan kan ik het niet meer bevatten. Ja? Maar in essentie, dus wat ik diep in mij ben, dat is de grenzeloosheid. Kan ik dat bevatten? Nee, dat begrijp ik niet. Dat kan ik niet bevatten. Is het dan geen dogma of zo? Nee, je zou het kunnen opvatten als een hypothese. Een axioma, zoals we dat in de wiskunde noemen. Ja? Dus een uitgangspunt. En dat kan je dan in je eigen leven beproeven. Kijken of het klopt, kijken of het waar is. Kijken of het vragen beantwoordt, of het logisch is. En nou, wij denken dat er eigenlijk geen argument is waardoor er geen grenzeloosheid zou kunnen zijn. Sterker, overal waar we kijken zien we grenzeloosheid. Dus wij zeggen dat bewustzijn is in essentie ook grenzeloos. Wie heeft er tot zover een vraag? Niemand? Hoeft niet hoor. Dan gaan we gewoon door. Ja? Oké. Okay. Nou, in die grenzeloosheid komen werelden tot aanzijn. Sterren, universa, planeten, mensen, dieren, planten, noem het maar op. En ze verdwijnen weer. Dus het is een komen en gaan. Nou, mensenleven duurt 80, 90, 100 jaar. Een planeet enkele miljarden jaren, een zon nog langer en een eendagsvlieg één dag. Maar het idee is hetzelfde, het komt en het gaat. Ja? Nou, vanavond gaan we het hebben over dat verschijnen van wezens en dan met name over de mens, menselijk wezen, het menselijk bewustzijn. Laten we dus proberen dat geboorteproces voor u te beschrijven. We zeiden dat het bewustzijn is. Bewustzijn die periodiek fase van activiteit en passiviteit kent. Dat bewustzijn is echter niet iets vaststaands, hè? Iets dat altijd hetzelfde is. Nee, dat kan ook niet, want het groeit steeds. Het is bovendien niet homogeen, hè? Dat bedoelt dat het niet één ding is of zo, één iets. Hè? Dat weten jullie allemaal natuurlijk, want eigenlijk zitten daar verschillende ikken in ons. Ja, als je 's ochtends wakker wordt en je hebt slecht geslapen, dan ben je een andere ik. Wanneer je goed geslapen hebt en wanneer je vertederd bent door een babytje of een jong diertje of zo, dan ben je een andere ik dan wanneer je de krant leest. En wanneer je je vrienden helpt, dan ben je een andere ik dan wanneer je jaloers bent op je vrienden. Ja, er zijn een heleboel ikken eigenlijk in dat bewustzijn. Verschillende kwaliteiten van bewustzijn is ook iets wat
je terugvindt in alle religieuze en alle filosofische stelsels, die namelijk altijd de mens verdelen in een aantal aspecten. Sommige van die stelsels verdelen het bewustzijn in 2 aspecten, of in 3, of in 4, of in 7. Het is een kwestie van nuance. Nou, de bekendste indeling in Europa, in het Westen, is die van Paulus, hè, de Bijbel. De mens is geest, ziel en lichaam. Je moet eens voor de aardigheid, als je hem tegenkomt, aan een dominee vragen wat nou het verschil is tussen een ziel en een geest. Dat weten ze niet. Maar wij vanuit de theosofie weten dat wel, niet omdat wij zo goed zijn hoor, maar omdat we dat ook geleerd hebben, dat de geest is eigenlijk de essentiële kern, dus de innerlijke God, kan je het noemen, het onveranderlijke deel. Het lichaam is het voertuig, dus het instrument waarin die geest zich uitdrukt. En tussen die geest en dat voertuig zit een intermediair, een tussennatuur. En die noemen we de ziel. En het is die ziel die leert. Dus die ziel, dat zijn we. We zijn natuurlijk ook die geest, maar die zijn we nog niet. In die zin dat we het nog niet actief hebben gemaakt. Dat is het reservoir aan mogelijkheden. En het lichaam, dat zijn we ook natuurlijk, maar dat is het voertuig waarin we ons uitdrukken. Dus die ziel is het lerende deel. Nou, een klein beetje moeilijker maken. 7 indelingen, dus de mens, de bewustzijn in 7 aspecten ingedeeld. Maar je ziet weer dezelfde geest, ziel en lichaam. Hè? Alleen nu hebben we die geest verdeeld in 3 aspecten en die ziel in een aantal aspecten en het lichaam in 2 aspecten. Nou, die geest, en dat zijn Sanskriet woorden, maar we hebben de vertaling erbij gezet, die bestaat uit het zelf, dus de innerlijke God. Ja, het meest essentiële deel. Boeddhi, jullie kennen natuurlijk het woord Boeddha. Nou, een Boeddha is iemand die dat Boeddhi helemaal tot ontwikkeling heeft gebracht, dus het verlichtingsbeginsel. Manas, denken. Hè? Het woord humane bijvoorbeeld in het Latijn, hè, daar zit ook dat woord man in. Dat is een Sanskriet woord, betekent denken. Kama, begeerte. Prana, vitaliteit. Het astraal lichaam, het linker sharira. En het gewone lichaam, hè, het lichaam dat we kunnen waarnemen, het stula sharira. Nou, het interessante van deze indeling is dat manas, het denken, in 2 is verdeeld. Je hebt een hoger manas en een lage manas. Een lager denken, een persoonlijk denken. We noemen dat wel de persoonlijkheid. Hè? En die hogere manas, dat is de werkelijke mens. De individualiteit wordt dat genoemd. Reïncarnerende ego, mag je het ook noemen. Ja? Nou, die persoonlijkheid, dat woord persona, Latijns woord, persona, dat klinkt er doorheen. Hè? Dat is eigenlijk een masker. Dus die werkelijke mens, dus hogere manas, maakt gebruik van een lagere manas, van een masker, als die geboren wordt. Ja? Dus wij denken wel dat we Barend zijn, of Maria, of Jan, of Piet, maar eigenlijk spelen we de rol van onze persoonlijkheid. Ja? En de werkelijke acteur zit daarachter, dat is die hogere manas. Nou, bij het sterven, over 2 weken gaan we dat helemaal uitleggen, blijft eigenlijk, gaat alles wat vanaf de lagere manas, dat laten we achter. Dat ontbindt. En het enige wat blijft is die hogere manas, dus die werkelijke mens, die zich terugtrekt in Boeddhi en die zich terugtrekt in onze innerlijke God, in Atman. Ja? Dus als we gestorven zijn, dan zitten we, als het ware, in de schoot van de innerlijke God. Dan rusten we daar, dan hebben we daar onze spirituele dromen. En vanuit die toestand komt er weer op een gegeven moment een geboorteproces tot stand. Dus je moet goed beseffen dat het bewustzijn bij de geboorte, of bij de dood, zich heeft teruggetrokken. En bij het geboorte komt hij dus weer tevoorschijn. De rust is uitgewerkt, spirituele dromen zijn uitgewerkt, idealen zijn uitgewerkt, er is niets om te herkauwen. En die mens die voelt een neiging, een dorst wordt dat genoemd. Tanya noemen de boeddhisten dat, of Trishna heet dat in het Sanskriet, maar dat betekent gewoon dorst om terug te keren naar wat we hebben achtergelaten. Het is een beetje hetzelfde als je op vakantie bent geweest
En je hebt heel lang op het strand gezeten. En nou, op een gegeven moment ken je elk restaurantje wel. En die waterfiets heb je ook al 10 keer opgezeten. Nou, er is geen geheim meer aan. En je verlangt weer terug naar het leven, ja? Het normale leven. Of je kan gaan slapen. En je vergeet je wekker te zetten. Maar je wordt toch weer wakker. Waarom word je wakker? Het is diezelfde dorst naar het uiterlijk leven. En die dorst die wordt tot stand gebracht door je eigen attracties. Aantrekkingskracht. En die attracties heb je opgebouwd in je eigen, in het vorige leven dus. Ja, dus vaak vragen mensen zich af, waarom zijn wij geboren? Of waarom ben ik hier geboren? Of je hoort ook wel van, ik heb daar ook niet om gevraagd om geboren te worden. Wij zeggen dan altijd, oh ja, is dat zo? Volgens ons heb je daar namelijk wel om gevraagd. Als je hier bewust van bent, is dat je zelf eigenlijk gekozen hebt voor de toestand waarin je verkeert, dan los je eigenlijk al een hoop problemen op. Althans, je hebt dan de middelen om een hoop problemen op te lossen. En die attracties kunnen van velerlei aard zijn, hoor. Die kunnen gevoed zijn door antipathie of sympathie, maar ze komen altijd uit jezelf voort. Dus er is geen buiten je staande God of zo, geen doem, geen noodlot. En sommige mensen denken dat karma ook iets is wat buiten je staat. Nee, karma dat is datgene wat je zelf bent. Het is je eigen opgebouwde karakter, dus wat je zelf bent. Daarin ontstaat die drang om terug te keren naar de omstandigheden die je in het vorige leven hebt achtergelaten. Vergelijk het weer met de slaap. Je kunt wakker worden door een fijne gedachte. Bijvoorbeeld, ik ga lekker op vakantie of vandaag hebben we dat feest. Of je kan wakker worden met een vervelende gedachte. Van, oh, vandaag heb ik dat gesprek op mijn werk te voeren. Maar die attracties tot die omstandigheden, of het nou negatief of positief is, komt altijd uit jezelf voort. Precies zo zijn die attracties die je uit de dood doen ontwaken. Ze ontstaan uit het vorige leven. Wel, nu ontstaat dus in dat rustende bewustzijn een drang om terug te keren naar die uiterlijke wereld. Maar je kan je nog niet manifesteren. En waarom niet? Omdat dat hele lagere deel er niet is. Alles van de lagere manas en alles wat eronder staat, alles wat in het vierkant staat, dat is afgebroken. Hoe moet je je dat voorstellen? Nou, bij het lichaam zien we dat gebeuren. Als iemand dood is, zien we gewoon dat zijn lichaam tot ontbinding overgaat. Of dat lichaam nou gecremeerd wordt of begraven of zelfs soms in Tibet aan de gieren wordt gegeven. Het valt uiteen, het wordt opgelost. Maar al die andere lagere elementen, dus die prana's, die kama's, dus die begeerte en zo, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat wordt ook opgelost, dat valt uiteen. Ja? Dit schema illustreert het wellicht wat beter. Hetzelfde geest, ziel en lichaam, maar nou hebben we in die ziel die 7 aspecten gezet. Alles herhaalt zich in de natuur, alles weerspiegelt zich. Zeg je, ja, weet ik misschien nog niks meer, maar als we dit een beetje gaan vertalen in denkaspecten, en dit zijn de woorden die wij gebruiken in onze cursus Anders Denken, dus dan zie je eigenlijk dat er 7 ikken zijn, of 7 manieren waarop je van je bewustzijn gebruik kan maken, de 7 aspecten in je bewustzijn. Ik zal ze nou heel kort eventjes voor u de revue laten passeren. Het lichamelijke, dat is wanneer je ik zegt tegen je lichaam. Je kijkt in de spiegel en je zegt, oh, wat ben ik mooi of wat ben ik lelijk. Ja? Het gevoelselement heeft alles met de zintuigelijke waarneming te maken, dus met het astrale. Ja, je voelt iets, zonder dat het intellect erbij een rol speelt. Vitaliteit, het druk bezig zijn in je gedachten. Je hots van de ene gedachte naar de andere. Begeerte. Is niet slecht of zo hoor, we noemen het ook wel de begeertekracht. Het kan aangewend worden voor goede dingen, wijsbegeerte of zo. Of voor slechte dingen, zelfzuchtige dingen. Intellect, 2+2=4 denken, analyseren, etiketjes plakken, rubriekjes maken en zo. Dan hebben we het boeddhische, dat noemen we de intuïtie of het inzicht, begripsvermogen. Hangt nauw samen met mededogen. Dan zie je dat het een samenhangt met het ander. Ja, dat het een niet losstaat van het ander. Als je bijvoorbeeld alleen naar het op- en ondergaan van de zon kijkt en je
gebruikt alleen maar je intellect, dan kan je wel berekenen wanneer die zon op en onder gaat. Maar je zou nooit tot begrip komen. Pas als je ziet dat die aarde rond is en dat die aarde draait en niet die zon, dan krijg je een beeld van wat de werkelijkheid is. Dat is het begripsvermogen. Ja, dus begrip hangt ook samen met mededogen, omdat je dan begrijpt dat alles met elkaar samenhangt. Ja, dat de een en de ander bij elkaar horen, dat de mensen bij de dieren horen, dat de mensen onderling verweven zijn enzovoort. En tenslotte, het hoogste, inspiratie, dat is de eenheid. Dan besef je dat alles in essentie één is. Ja? Nou, alles wat lager is dan het intellect, dat nemen we niet mee als we dood zijn. Dat schrijven we tijdelijk eventjes terzijde, want dat hebben we niet nodig. Maar als we weer geboren willen worden, dan moeten we dat weer oppakken. Ja? Wat zijn nou eigenlijk die lagere elementen? Wel, die lagere elementen die worden in het boeddhisme en ook de theosofie gebruikt dat woord wel skanda's genoemd. En skanda's, dat zijn bundels van eigenschappen. Dus die lagere eigenschappen. Die lagere eigenschappen die tezamen de hele persoonlijkheid van de mens opbouwen. Dus de hele persoonlijke, voertuigelijke natuur van de mens opbouwen. In exoterische geschriften wordt er wel gesproken over 7 skanda's, ook wel over 5, maar dat doet er niet toe. Het zijn bundels van eigenschappen, ja, de eigenschappen die onze persoonlijkheid samenstellen. En die skanda's die zijn op hun beurt weer samengesteld uit kleine wezentjes, ja, dat klinkt gek, maar atomaire wezens, levensatomen noemen we dat. En die levensatomen, dat zijn elementen die helemaal onderaan op de hiërarchische ladder staan. Vergelijk het bijvoorbeeld met atomen, hè, of met ijzervuilsel of zo. Iets wat heel erg onzelfbewust is, maar niettemin een levend wezen is. En die levensatomen zijn eigenlijk de elementen die onze persoonlijkheid, onze hele voertuigelijke natuur samenstellen. Ze werken dus achter de fysieke atomen. Het is de levengevende kracht achter de fysieke atomen. Levende wezens die net zoals u en ik groeien, evolueren, zij het op hun niveau. Dus totaal onzelfbewust. En ze volgen dus slaafs de wetten van de natuur. En wij mensen, ons bewustzijn is eigenlijk hun wetten der natuur. Wij vormen hun wetten der natuur. Nou, die skanda's die zijn opgetrokken uit die levensatomen. Levensatomen op alle niveaus van bewustzijn. Dus niet alleen het fysieke lichaam. Dat is altijd makkelijk, want dat kunnen we zien, hè? Maar ook de gevoelslichaam en het psychische lichaam, het begeerte lichaam. Want dat hebben we allemaal weer nodig om weer te kunnen leven. Als we sterven, dan laten we die levensatomen achter ons. Sommigen gaan naar de aarde, sommigen naar het plantenrijk. Het ligt er een beetje aan wat de karakteristiek is van die levensatomen. En dat ligt weer aan hoe de mens is geweest, want die heeft zijn stempel erop afgedrukt. Ja, dus al die levensatomen zijn vrij, totdat de mens weer terugkomt. En hij die levensatomen weer nodig heeft om zijn voertuig op te maken. Vergelijk het met een mens die naar bed gaat, dan doet hij zijn kleren uit. Heeft hij toch niet nodig. En als hij dan 's ochtends opstaat, dan heeft hij zijn kleren weer nodig. Nou, laten we een beeld van dat geboorteproces schetsen. Dus die mens, als die dood is, in die geestelijke toestand verkeert, dan heeft hij dus eigenlijk alleen maar deze 3 elementen, want die lagere elementen, die zijn er niet. Ja? Dus dit is de mens, schematisch natuurlijk, hè? Hij is geen driehoekje. Die reïncarnerende ego is opgenomen in een atman, heeft zijn spirituele dromen gedroomd en voelt onbewust, want dat dingen die vinden onbewust plaats, een dorst naar dat uiterlijke leven. Op het moment dat die spirituele dromen zijn uitgewerkt en dus die toestand van bewustzijn een einde krijgt, dan verzinkt hij in een toestand van onbewustheid.
Plato geeft dat symbolisch weer door te zeggen dat die dode zielen, dan drinken van de rivier de Lethe. Ja, de rivier van onszelfbewustheid. Dus dan vergeten ze alles. En op het moment dat die spirituele dromen zijn uitgewerkt en die toestand van bewustzijn zijn einde krijgt, dan vindt alles onszelfbewust plaats. Maar die reïncarnerende ego doet vanuit zichzelf een sfeer uitgaan, overeenkomstig zijn karakter. Een sfeer die gericht is op het uiterlijke gebied, want hij wil terugkeren naar dat uiterlijke gebied. Wij scheppen altijd zo'n sfeer om ons heen, hè? Ook u doet dat, ik doe dat. Ja, en die sferen die kunnen ook op elkaar vibreren, dan vinden we elkaar aardig, vinden we elkaar sympathiek, ja. Dus we doen dat altijd. En die reïncarnerende ego ontwaakt uit die toestand van de dood, die creëert zo'n sfeer en trekt die levensatomen tot zich. En dat proces wordt emanatie genoemd. Emanatie wil zeggen uitvloeiing, en daarmee wordt dan vaak bedoeld dat het ene wezen een ander wezen uit zichzelf doet voortkomen, maar wat het eigenlijk is dat zo'n wezen een sfeer schept, waardoor andere wezens, ja, als door een magneet, worden aangetrokken. Ja? Zo schept die reïncarnerende ego een sfeer, waardoor die levensatomen worden aangetrokken. Welke levensatomen zijn dat? Nou, precies die levensatomen waarmee je in je vorige leven ook samengewerkt hebt. Want daar heb je je stempel op gedrukt. Die hebben toen ook je constitutie samengesteld, die hebben je karakteristiek. Dus vormt die uit de reïncarnerende ego geëmaneerde sfeer een veld van aantrekking, net zoals een magneet. En alle levensatomen die tot die sfeer behoren, worden aangetrokken. Dus de sfeer van de begeerte, de vitaliteit, enzovoort. En dat gaat zo door tot eigenlijk het fysieke lichaam. Maar laten we eventjes nu tot en met het linga-sharira gaan. Dat is het astrale lichaam. Het astrale gebied is ook een materieel gebied. Maar het is net ietsje etherischer dan wat wij kennen. Dus we kunnen dit niet met onze zintuigen waarnemen. En het fysieke lichaam, dus het lichaam van vlees en bloed, dat we kunnen zien en voelen, dat is eigenlijk niets anders dan het bezinksel van het astrale. Het wordt wel vergeleken met de droesem van wijn. Ja, als je een fles wijn hebt, dan kan je soms die droesem hebben, het bezinksel van die wijn. En zo is dat fysieke gebied het bezinksel van dat astrale gebied of van dat linga-sharira. Dus ons fysieke lichaam is eigenlijk het bezinksel van dat astrale. Het is heel belangrijk, want daarmee kun je eigenlijk het geboorteproces van de embryo verklaren. Als straks na de pauze zullen we dat proberen uit te leggen. Wel, één ding wil ik nog heel nadrukkelijk zeggen. Dat deze processen ons zelfbewust plaatsvinden. Hè? Dus het is niet zo dat zo'n reïncarnerende ego nou even zelfbewust zegt van, nou jongens, levensatomen, kom maar. Nee, gaat ons zelfbewust, net als een magneet, ijzervijzel aantrekt. En het gebeurt allemaal onszelfbewust. Er is één moment waarop die reïncarnerende ego, als die spirituele toestand verlaat, zelfbewust is. Een belangrijk moment, en dat wordt het panoramisch visioen genoemd. Wat is dat? In feite ziet dan de mens, of die reïncarnerende ego, in een vooruitblik het leven dat hij gaat leiden. Hoe kan dat? Vraag je je af. Nou, hij ziet eigenlijk de oorzaken van zijn eigen leven of van zijn eigen levens. En hij ziet dat die oorzaken zullen leiden tot bepaalde gevolgen. Dus hij ziet de oorzaken in het gevolgstadium. Ja? Zoals je bijvoorbeeld als je 's ochtends wakker wordt, maar dan is het niet zo scherp, omdat je dan niet die wijsheid hebt van die reïncarnerende ego. Als je 's ochtends wakker wordt en je weet dat je de dag daarvoor onaardig tegen je buurman bent geweest, dan weet je dat je in die dag geconfronteerd gaat worden met het feit dat je onaardig tegen die buurman bent geweest. Ja? Nou, zo ziet die reïncarnerende ego alle oorzaken uit het vorige leven en begrijpt dus dat hij in die bepaalde familie of in dat tijdsgevricht of in die situatie terecht gaat komen. Dat is geen doem of zo, want hoe die reageert is altijd een kwestie van vrije wil, maar hij ziet de oorzaken in een gevolg. Stadium.
En wat het allerbelangrijkste is, hij beseft dat het rechtvaardig is. Hij beseft dat het goed is. Hij beseft dat het zo moet zijn. Hij beseft dat hij zichzelf heeft gemaakt. Er is een hele interessante mythe die Plato vertelt. Weer die Plato, ik kwam altijd bij Plato uit. En dat is de mythe van Er. En Plato beschrijft dan hoe soldaten op het slagveld gestorven zijn. En dan is daar één soldaat, Er. Die is niet dood, maar door een soort gunst. Het is een mythe, dus niet letterlijk waar. Door een soort gunst mag Er mee met de doden. Nou, hij ziet dan al die verschillende fasen waardoor die doden gaan. Zullen dat over 2 weken vertellen. En aan het eind ziet hij dan hoe ze terugkomen. En dat ieder het lichaam krijgt dat bij hem past. Dat, dus de filosoof die krijgt zijn filosofenlichaam. En ik zeg maar wat, ik weet niet precies meer wat er stond, maar de bakker krijgt zijn bakkerlichaam. En iedereen krijgt zijn eigen lichaam die bij hem past. En Er, die weet het niet zo goed wat hij moet doen. Ja, want hij weet niet wat hij moet kiezen. En hij ziet dat er 1 lichaam overblijft. En daar gaat hij op af. En dat trekt hij aan. En dat is precies het lichaam dat hij gekozen zou hebben als hij zou mogen kiezen. Natuurlijk een symbolisch verhaal, maar het geeft precies weer wat we bedoelen. Je krijgt precies die. En als je lichaam niet alleen als lichaam ziet, maar als de hele omstandigheid, dus de hele toestand waarin je terechtkomt, de hele voertuigelijke natuur, het levenslot, dan klopt het precies. Je krijgt precies het levenslot dat bij je past en waarvoor je zelf gekozen hebt. Goed. Na het panoramisch visioen is er de onbewustheid. En waar je feitelijk pas weer uit ontwaakt als je een peutertje geworden bent en je weer gaat realiseren dat je een ikje bent en je omgeving gaat kennen. Maar dat komt straks na de pauze. Goed, wat hebben we u verteld? Geboren worden is sterven. Sterven is geboren worden. Het bewustzijn dat samengesteld is, gaat van de ene toestand naar de andere. Het geboorteproces. Aan het eind van de dood ontstaat een dorst naar manifestatie. Dorst wordt gevoed door attracties, het vorige levens. Panoramisch visioen ziet men het leven wat men gaat leiden. Ziet de oorzaken van vorige levens. Bewustzijn verzamelt de skanda's, die bundels eigenschappen, die bestaan uit levensatomen. En het bewustzijn of de reïncarnerende ego emaneert een sfeer waarin de levensatomen van verschillende gradaties zich kunnen manifesteren. Die levensatomen vormen ook het voertuig van het vorige leven. Goed, wie heeft daar een vraag? De reïncarnerende ego die ziet die panoramische visioen eigenlijk. Wat dan te gebeuren staat. En als je geboren wordt, veelal, waarom wordt het niet hersteld? Wat bedoelt hij met hersteld? Beter gemaakt. En desondanks dat je ziet wat die geraaien, wat de gevolgen zijn. En toch gaan velen in deze tijd de verkeerde kant uit. Ja, maar kijk, dat kan ook, kan ook toenemend inzicht zijn, hè? Kijk, het is niet zo dat alles vaststaat, want dat zou betekenen dat er geen vrije wil is. En karma is vrije wil, maar je komt dus in een toestand terecht. En zeker de eerste jaren van je leven heb je daar nog niet zoveel invloed op, want dan heb je nog niet zo'n sterke vrije wil als je jong bent. Maar als je wat ouder wordt, dan ga je dus je eigen conclusies trekken. En dan ga je zeggen van, nou, papa doet het wel zo, maar ik doe het zo. Ja? En dat mag, want papa weet het ook niet altijd. Deze papa wel hoor, maar. Maar de meeste papa's die zijn ook niet alwijs, dus die. Ja, en dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. En dus het zijn nooit de omstandigheden die bepalen of je gelukkig of ongelukkig bent, maar het is altijd jouw visie op die omstandigheden. En die omstandigheden, die hebben alles te maken met de oorzaken uit het verleden. Maar de reactie daarop, dus de nieuwe oorzaken die je creëert, dat is altijd een kwestie van vrije wil. Nou is het natuurlijk wel zo, als je 100 keer een bepaalde richting bent opgegaan, dat je
automatisch weer op dezelfde manier gaat reageren. Maar zoals we in onze cursus Anders Denken duidelijk maken, is er altijd de mogelijkheid om weer een andere richting op te gaan. Je hebt altijd de mogelijkheid om iets anders te doen. Ja, ga je gaan. De ziel wordt Gita beschreven als alwetend, onsterfelijk, maar hier wordt het tot een lagere man beschreven. Ja, maar dat kan aan de vertaling liggen. Kijk, sommige vertalingen die vertalen, van de Bhagavad Gita, die vertalen de Atman als de ziel. Maar Atman is het zelf. Zo vertalen wij het, hè? Dus dat is, en het zelf is onsterfelijk, alwetend, althans voor deze, ja, voor dit universum. Dus dat is het grote verschil. Dus het gaat eigenlijk niet om het woordje. Als je die driedeling hebt, dan zou je zeggen, nou, de onsterfelijke kant, hè, dus dat is Atman, of de innerlijke God, of het zelf, of de geest, of welke naam je er ook wel voor wil geven. En dan heb je die tussennatuur, de intermediair, die ziel, en je hebt het lichaam. Alleen die intermediair, die kan je dan weer gaan verfijnen in allerlei aspecten, en dan wordt het steeds nauwkeuriger. In India kent men ook Param Atman, dus zelfs Atman is niet het is niet het hoogste, want je hebt nog iets dat nog hoger is, het opperste zelf. En Para Brahman, Para Atman wordt weer gelijkgesteld met Brahman, en je hebt dan ook weer een Para Brahma. Met andere woorden, er is altijd meer, altijd groter, altijd grenzeloosheid. En op Jiva Atman komt er ook aan te passen. Zeker. Zeker. En dat voor ons is er natuurlijk, weet je, het is bijna niet te vatten. Maar op een gegeven moment houdt het op. Je kan het wel weer een naampje geven. Maar als er grenzeloosheid is, is er nergens een eind. Dus het moet steeds verder, steeds universeler, steeds groter zijn. Ja? Het proces van die Atman kunnen we ook zien als het Devachan of zo? Ja, je weet al meer. Maar dat gaan we de derde lezing vertellen. Maar als je in die geestelijke toestand zit, is het, dus wat wij dan de dood noemen, dat kan je dus vergelijken met een diepe slaap. Hè? En in die diepe slaap, dus in die dood, heb je de meest verheven spirituele dromen. Een hele verheven toestand. Dat, ja, veel en veel gelukkiger dan wat dan ook op aarde. Dus je hoeft nooit bang te zijn voor de dood. Ja? Maar dat hebben we straks over 2 weken niks meer te vertellen. Mevrouw. De ziel is het levende deel, maar de ziel bevat ook alle geleerde lessen. Die gaat toch altijd mee over alle levens, zeg ik. Nou, de ziel is dus het lerende deel en alles wat leert verandert. Maar ook de geleerde lessen bevatten. Ja, dus de ziel, daar zullen dingen afsterven en er zullen nieuwe dingen bijkomen. Stel dat ik een paar vervelende trekken heb en ik weet die te overwinnen, dan zijn dus bepaalde trekken, bepaalde gedachten die ik dacht zijn afgestorven. En andere elementen zijn in mij geboren. Nou, het idee is dus dat alles wat uit die ziel edel is, komt eigenlijk uit de geest. Uit Atman. Dus het is eigenlijk een kwestie van resonantie. Resoneren wij op die geestelijke goddelijke krachten, dan geven wij die krachten gestalte. Weet je, wij gebruiken altijd de vergelijking van de ene snaar die de andere snaar in trilling brengt. Dus als, laten we zeggen, de geest, Atman, in C-gestem staat, ik zeg maar wat, ja, of in Do, en de ziel stemt zichzelf ook in C, dan wordt die in trilling gebracht door die geest. En dan trilt hij dus mee op die invloeden van, ook al is hij een octaaf lager, of 2 octaven lager, ja? Maakt niet uit. Maar dan stemt hij zich wel. Vandaar dat ook in de Bijbel staat dat de tempel, of het lichaam, de tempel Gods is. Want als we dus ons afstemmen op die geest, dan straalt dat helemaal door. Dus het gaat om het verheffen van die trillingen. Ja, ja, ja. Dus als je even die 7 denkaspecten als 7 verschillende trillingsfrequenties ziet, en je kan het nog verder nuanceren hoor, maar als je dat als 7 verschillende trillingsfrequenties ziet, en je richt je bijvoorbeeld alleen maar op begeerte, ja, dan trilt die ziel, die geest niet mee. Maar richt je je nou op die idealistische kant, boeddhisme, ja, dan komt die stroom van die geest wel naar voren. Ja?
Nou, over die panoramavisioen gesproken. Als iemand in dit leven nooit kon ontwikkelen, en iemand heeft nooit kunnen praten, kunnen lopen, komt te sterven. Hoe ziet dat dan? Verstandelijk gehandicapt, ja. Ja, dan moet je je goed realiseren. Dat is geen makkelijke vraag, maar dan moet je goed realiseren dat de hogere manas, er hangt toch eens een dingetje, oh ja, dat dit nooit verstandelijk gehandicapt is. Dus wat er verstandelijk gehandicapt is, is dat er hier ergens een knik in die stroom van bewustzijn is, waardoor die hogere aspecten zich niet kunnen manifesteren in het lichaam. Maar als die mens sterft, ja, dan zou die lagere manas zich ook tot die hogere manas richten en zou dan een terugblik hebben op het afgelopen leven, want je hebt ook zo'n panoramisch visioen als je sterft, wat over 2 weken, en dan zie je dus je afgelopen leven en kan ze conclusies trekken. En als zo iemand dan weer vrij snel, want die zou weinig hebben om uit te werken, geboren wordt, dan zou die vanuit zijn hogere manas weer, want dat is nooit gehandicapt geweest, de oorzaken zien van het leven dat hij voorheen geleid heeft, dus een leven van een verstandelijk gehandicapte, en zou dus zien welke gevolgen hij nu gaat oogsten. Dus de blik is dan ook weer op het volgend leven, omdat dit deel niet gehandicapt is. Maar je zei toch ook net met het verhaal van Plato dat je zelf dan dat lichamelijke kiest. Dus dan kiest een verstandelijk gehandicapte zelf, dat past dat verstandelijk gehandicapte het beste bij zijn hoger. Ja, ja, nou, dat kiezen moet je dus niet zien van, ah, dat is leuk of zo. Maar dat gebeurt onbewust. Maar iemand kan gedurende een aantal levens, door wat voor oorzaken dan ook, zo scheef gegroeid zijn in zijn bewustzijn. Bijvoorbeeld, pas op hoor, maar niet altijd. Bijvoorbeeld dat hij zich alleen maar op het lagere heeft gericht. Waardoor hij verstandelijk gehandicapt kan worden. He, dat zie je ook wel, want sommige verstandelijke gehandicapten, dat zijn echt nou niet vriendelijke mensen. Maar het kan ook zijn dat hij zich zo op het hogere heeft gericht met voorbijzien aan het lagere, dat hij daardoor in één leven een handicap heeft gehad. En wij kijken daarnaar en wij denken, wat vervelend. Maar voor zo'n reïncarnerende ego is het eigenlijk niet zo heel erg, want die schudt het zand van zich af en hij probeert het opnieuw. Ja, dat klinkt heel nuchter natuurlijk, maar voor zo'n reïncarnerende ego kan je zeggen, nou ja, dat ene leven, dat heb ik niet zo echt veel geleerd. Dat is een beetje een mislukt leven. Niet in de zin dat dat nou helemaal waardeloos is, maar in de zin dat ik niet de mogelijkheden tot uitdrukking heb gebracht die ik had kunnen uitbrengen. Maar goed, volgende kans. Soms hebben we ook een slechte dag, hè, dan lukt het niet. Nou, dan gaan we slapen en de volgende dag proberen we het opnieuw. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar wij zijn natuurlijk zo geneigd om te denken in jaren, en 60, 70 jaar. En dat is al voor ons niet te overzien. Maar vanuit zo'n reïncarnerende ego is dat natuurlijk één keer mislukt, volgende keer beter. Ja. Als het reïncarnerende ego geboren wordt, heeft hij dan altijd masker nodig of kan hij als acteur geboren worden? Dit is het masker, hè? Ja, ik zie je, heb je dat gezien, jongens? Dat, je ziet ook waarom dat zo is, hè? Dus dat de werkelijke mens die het masker voorhoudt. Ja, dat masker hebben we altijd nodig, maar dat is niet erg. Ik bedoel, het is juist leuk dat mensen verschillend zijn. Ja, dat de een van muziek houdt en de andere van schilderen en de andere is goed in wiskunde en de andere... Ja, dat maakt het leven interessant, kleurrijk. Stel je voor dat we allemaal hetzelfde waren, alsjeblieft niet. Alleen, het gaat erom dat we die persoonlijkheid wel zien als een masker. En dat we weten dat de acteur iets anders is. We hebben bijvoorbeeld verschillende sprekers hier. Nou, iedereen heeft zijn eigen kleur, zijn eigen karakteristiek. Ja, maar dat is op zich niet zo erg. Maar wat daarachter zit, dat zou hetzelfde moeten zijn. Dus in het hart van ons hart zijn we identiek aan elkaar. Dus de attracties, dat zijn eigenlijk de voertuigen die je nodig hebt, zeg maar, om te zijn wie je bent in het dagelijks leven. Attracties, de aantrekkingskracht,
Ja, dus, waardoor je tot een bepaalde situatie wordt aangetrokken. Ja. Maar de persona's, zeg maar, de maskers die je nodig hebt in het leven. Ja, weet je, het is hetzelfde als het lichaam. We hebben ook een lichaam nodig. We hebben ook die kama, prana's, we hebben het allemaal nodig om ons te kunnen manifesteren. Ja. Is dat slecht? Helemaal niet. Het is gewoon dingen die we nodig hebben, anders kunnen we hier niet zijn. Nee. Alleen, het is tijdelijk. Het is vergankelijk. Het is minder belangrijk dan die hogere aspecten. Die hogere aspecten die zijn duurzaam, die blijven bestaan en die maken gebruik van die lagere aspecten om zich te manifesteren. Maar dan zou het toch ook mooi zijn als de ware acteur, zeg maar, geboren wordt. Die wordt ook geboren. Ja. Die wordt ook geboren. Ja. Alleen die ware acteur die zendt een straal uit. En die straal die zet een masker op. En dat masker hult zich in een lichaam. En naarmate wij dus ons richten op datgene wat we werkelijk zijn, zullen we steeds minder dat masker zijn, maar zullen we die werkelijke acteur zijn. Kijk, het is toch gek dat als je een toneelspel speelt en je denkt bijvoorbeeld dat je Hamlet bent, terwijl je Hamlet helemaal niet bent, maar je speelt de rol van Hamlet. Ja, je bent die acteur. In het oude Griekenland hadden de toneelspelers een masker voor zich, hè? Een persona, zodat het publiek ons niet meer ze voorstelde. Maar de werkelijke acteur, dus de werkelijke mens, die zat daarachter. En zo zitten wij dus achter de persoonlijkheid. Is de persoonlijkheid slecht? Helemaal niet. Alleen als we dus die persoonlijkheid alle aandacht geven, ja, waar leidt dat toe? Zelfzucht. Denken dat we beter zijn dan anderen. Denken dat, wat we het gevoel van afgescheidenheid noemen, dat we denken dat we geïsoleerd zijn, dat we geen banden hebben met anderen. Nou ja. Dan krijg je dus de wereld zoals die nu is. En als mensen zich zouden realiseren dat ze iets anders zijn dan alleen maar die persoonlijkheid, dan had je meer samenwerking, had je meer coöperatie, mededogen. Dan zouden mensen begrijpen dat we elkaar nodig hebben enzovoort. Dan had je veel meer harmonie. Ik dat dacht ik denk. Het is altijd. Oké, nou dan gaan we pauze houden. Oké. Als mensen praten over het geboorteproces, dan hebben ze het meestal, eigenlijk altijd, behalve als het theosofen zijn, over het fysieke geboorteproces. Dus hoe die eicel bevrucht wordt en hoe die embryo groeit in de baarmoeder enzovoort. Maar zoals we hiervoor al zeiden, is er eigenlijk al een heel proces aan vooraf gegaan voordat die bevruchte eicel kan groeien. Feitelijk houdt de geboorte ook niet op als de baby geboren is na 9 maanden... Maar eigenlijk houdt het pas op als zo'n baby of zo'n mens, want het is gewoon een menselijk wezen natuurlijk, weer 21 is en beschikt over alle, ongeveer 21 en beschikt over alle vermogens die hij dus in vorige levens had opgebouwd. Hoe vindt die fysieke geboorte plaats? Wel, zoals gezegd, die reïncarnerende ego heeft zijn levensatomen verzameld, skandas opgebouwd en de laatste van die skandas, dat is het fysieke lichaam. En bij de opbouw van het lichaam hebben we in dit stadium van evolutie een vader en een moeder nodig, hè? Een man en een vrouw. Dus het geboorteproces is eigenlijk het samenwerkingsverband tussen 3 wezens, tenminste 3. Maar ook eventuele broertjes of zusjes of oma's of opa's of een vriendje dat een paar huizen verder woont, kan ook een rol spelen, dat wil zeggen ook een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent. Of bijvoorbeeld het feit dat daar in de stad waar je geboren wordt een Blavatsky-huis is of zo, waardoor je weer tot zo'n spirituele organisatie wordt aangetrokken. Misschien vinden ouders het een beetje teleurstellend als we zeggen dat hun kinderen eigenlijk hun kinderen niet zijn, maar in feite behoren ze tot de hele samenleving, of eigenlijk behoren ze tot niemand, want ze behoren tot zichzelf. Je zou die
kinderen beter kunnen zien als oude collega's. Dus collega's waar je vroeger ook mee hebt samengewerkt. En die nu weer moeten worden ingewerkt. En het opvoedingsproces is eigenlijk die periode van inwerking. Hoe maakt dat bewustzijn, in die toestand van de dood, nou weer contact met deze uiterlijke wereld, met die eicel van die moeder? Die rekenerende ego staat veel hoger dan het fysieke gebied, hè? Dus dit stoffelijke gebied. Hoe maakt hij nou contact met dat aardse? Nou, dat contact wordt gelegd door wat je, en dat klinkt heel moeilijk en heel ingewikkeld, maar het valt wel mee hoor, door elektromagnetische affiniteit of psychomagnetische aantrekkingskracht. Dat is de aantrekkingskracht tussen twee of drie wezens. Dus door de zielen, of de mentale, emotionele, gevoelsmatige overeenkomst tussen enerzijds het kind dat geboren gaat worden en anderzijds de moeder, de vader, de familie. Psychomagnetisch word je aangetrokken tot die bepaalde toestand. Het is dus niet zo dat de eicel die door de zaadcel bevrucht wordt, dat dat het bepaalt, maar het is in eerste instantie een psychomagnetische aantrekkingskracht. Feitelijk is zo'n geslachtcel een, tenminste vanuit theosofisch perspectief gezien, een bundel krachten of een bundel eigenschappen die reikt tot dat astrale, ja zelfs tot die geestelijke gebieden. Zo'n cel, zo'n geslachtcel is eigenlijk de neerslag of de droesem, de bezinksel van zo'n astrale, psycho, vitale, etherische straling. Ofwel, zo'n geslachtcel is een bijzondere cel. Het is een belichaming van een punt van een straal die zijn oorsprong vindt in die onzichtbare werelden. En die straal die heeft contact gemaakt met het fysieke gebied. En die straal die verlevendigt, ja, die stimuleert de substantie, die stof van die cel en stimuleert die cel om een voortplantingscel te worden. Zo'n geslachtscel, dat is interessant, is de meest universele cel. En in feite zien we als zo'n eicel bevrucht is hetzelfde emanatieproces als bij die rekenerende ego. Die cel schept een sfeer, aantrekkingssfeer, die werkt als een magneet. En binnen die sfeer worden wezens aangetrokken. Welke wezens? Nou, die andere cellen. Die andere celwezens. Eerst de meest universele cellen, dat zijn de stamcellen, of de omnipotente cellen, zo worden ze ook in de wetenschap genoemd. En dan komen de meer gespecialiseerde cellen. Maar je moet je goed realiseren dat zo'n geslachtscel niet geschapen is door de vader of door de moeder. Dat die niet is ontstaan door de bevruchting van een zaadcel door die eicel. Maar dat het als het ware afkomstig is van een buiten de moeder staande kracht van het bewustzijn van het wezen dat geboren gaat worden. En die ouder, die moeder, is een gastvrouw, is een kanaal waardoor zo'n cel tot aanzijn kan komen. Die eerste cel is van de reïncarnerende ego. Of preciezer uitgedrekt, die eerste cel is eigenlijk een integrerend deel van dat astraal lichaam, dat linker sharira van die reïncarnerende ego. En rond die astrale stof, ja, die net boven die fysieke stof is, wordt zo'n cel gevormd en daaromheen andere cellen en daaromheen andere cellen. En zo wordt eigenschap voor eigenschap, been voor been, dat lichaam opgebouwd. Eigenlijk spreken we over één levensatoom. Dat door de reïncarnerende ego, of die straal van de reïncarnerende ego, wordt geactiveerd. En dat gebeurt, zoals ik voor de pauze al zei, op basis van resonantie. Hè? Dus zo'n reïncarnerende ego heeft een bepaald trillingsgetal. En precies dat levensatoom dat datzelfde trillingsgetal heeft, wordt erdoor gereïncarneerd. Dat levensatoom betreedt door psychomagnetische aantrekking het astrale lichaam van de vader. Komt in de geslachtcellen van die vader terecht. Verstoffelijkt zich tot zo'n geslachtcel, of is de kern van zo'n geslachtcel.
En bij de moeder vindt precies hetzelfde plaats. Ook hier een levensatoom die dan in een eicel terechtkomt. Zelfde straal. Hè? Net als elektriciteit is ook dat bewustzijn tweepolig. Negatieve, positieve pol, vegetatieve pol en actieve pol. Nou, door de gemeenschap van man en vrouw worden die twee polen bij elkaar gebracht. En de vonk slaat over, eicel is bevrucht en die reïncarnerende ego heeft contact gemaakt met de stoffelijke wereld. Het is dus niet zo, en het is leuk dat de wetenschap dat nu ontdekt heeft, dat die bevruchting als het ware een wedstrijdje is van die zaadcellen. Hè? Dat werd zo voorgesteld, alsof die zaadcellen aan het vechten zijn, wie er het eerste bij die eicel is, want die mag het bevruchten. Nee, is niet zo. De meeste zaadcellen vormen een soort schild om die ene zaadcel, beschermen het. En het is die ene zaadcel waar, want het zegt de Theosofie dan, dat levensatoom in zit, die gewoon doordat ze vanuit diezelfde rekenerende straal van bewustzijn afkomstig zijn, contact maakt met die eicel. En daarom kan die vonk overslaan. Wat gebeurt er dan als ze in het ziekenhuis zomaar even een willekeurige zaadcel inbrengen? Ja, dat is een goede vraag. Oeps, kwam ineens naar boven. Dat is een vraag die wij ons ook vaak hebben afgevraagd. Dus alles wat eigenlijk tegen dit natuurlijke proces ingaat, ja, doe je eigenlijk een afbreuk aan een natuurlijke situatie. En wat voor gevolgen? Nou ja, dat betekent dus, kijk, er is natuurlijk wel een bepaalde affiniteit, want 9 van de 10 keer bij zo'n in vitro fertilisatie mislukt het. En men kan door bepaalde manipulerende maatregelen wel proberen dat aantal te verhogen. Dus er is wel een affiniteit, maar het is nooit datgene wat het zou zijn als het een natuurlijke manier was. Ja? Het is een vorm van manipulatie met leven. En het is het begin van een vorm van manipulatie met leven die steeds grover kan worden, want men zou dan op een gegeven moment dus bepaalde, ja, dan laat men dat uitgroeien tot een klompje cellen en dan gaat men daar bepaalde experimenten mee doen en zo. Zullen we dat in de vierde lezing allemaal voor u verder proberen uit te leggen? Ja? Goed. Als je het emanatieproces goed begrijpt, of het geboorteproces goed begrijpt, dan is het dus een emanatieproces. Werkelijke mens, die creëert die sfeer, trekt die atomen aan, ook in het lichaam. Het is dus niet zo dat die reïncarnerende ego of die ziel in het lichaam daalt. Hè? Dat werd vroeger wel voorgesteld, maar dat heeft tot hele absurde situaties geleid. Er was een geleerde in het begin van de 20e eeuw, een Amerikaan, die dan mensen vlak voordat ze sterven ging wegen en nadat ze gestorven waren, ging wegen. Want dan kwam hij erachter, dacht hij, hoe zwaar een ziel was. Nou, zo werkt het niet. Zo'n ziel die bestuurt dat lichaam als het ware op afstand. Hè? Zoals je ook met je afstandsbediening de tv aan en uit kunt zetten. Of zoals de mensen in Californië achter een computer zitten en een drone in Irak of in Afghanistan besturen. Dat gaat op afstand. Je moet je verder goed realiseren dat dit proces altijd op basis van karma plaatsvindt, dus oorzaak en gevolg. Je hebt zelf de oorzaak gelegd, of eigenlijk hebben de ouders en de kinderen allemaal de oorzaken gelegd waardoor die bijzondere situatie tot stand komt, waarbij ook altijd de vrije wil aanwezig is. Het is dus nooit toeval of zo, het is ook nooit doem, het is altijd op basis van vrije wil. Kijk, er zijn talloze mensen, reïncarnerende ego's, die nu geëxcarneerd zijn, dus nu wat wij dan dood noemen zijn, en die misschien op het punt staan om geboren te worden, en waarmee wij ook een band hebben. Ja, er zijn tientallen ego's die het kind van een ouderpaar zouden kunnen worden, maar het is altijd maar één, of twee in het geval van een tweeling, die de sterkste aantrekkingskracht hebben. Dus waarbij die vibratie precies overeenkomt met die van de ouders, met de aanstaande moeder, waardoor zo'n reïncarnerende ego
dat contact kan maken. Dan kan het natuurlijk zijn dat die ouders hebben besloten geen kinderen te nemen, of dat de moeder anticonceptiepil gebruikt, of dat ze anderszins celibatair leven of zo. Nou, die geboorte wordt dan geblokkeerd. Kan het zijn dat het na een tijdje wordt opgeheven, maar het kan ook zijn dat dan zo'n reïncarnerende ego naar een ouderpaar gaat dat er sterk op lijkt. Ja, dat ongeveer dezelfde situatie creëert. Het kan ook zijn dat die ouders graag kinderen willen hebben, maar dat het niet lukt. En dan gaan ze naar de dokter en dan wordt alles onderzocht. En in sommige gevallen blijkt dan dat die dokter niks kan vinden. Eileiders zijn goed, het zaad van die man is goed, maar het lukt niet. En dat komt omdat men dan vergeet dat er nog een derde partij is. Het kind dat geboren gaat worden. En de reden dat zo'n kind niet geboren gaat worden zou kunnen zijn omdat die sfeer van die ouders nog niet overeenstemt met de sfeer die bij hem past. Kijk, ieder mens, ieder ouder heeft natuurlijk zijn eigen sfeer, zijn eigen psycho-emotionele sfeer, individuele karakteristiek. En nu kan het zijn dat zo'n echtpaar, vooral een moeder denk ik, nogal zenuwachtig wordt en in de stress komt, een droevige gemoedstoestand, omdat ze maar niet zwanger wordt. En dan doet ze het ene onderzoek, het andere onderzoek en niks lukt. En op een gegeven moment denkt ze van, nou ja, dan maar niet. En wat gebeurt er dan? Dan wordt ze zwanger, ja. Ja. Dat komt omdat, of dat zou kunnen, omdat dan de sfeer ja, relaxed is geworden. En dan kan het zijn dat zo'n reïncarnerende ego voldoende affiniteit heeft om daar geboren te worden. Ik ken verschillende gevallen waarin dat heeft plaatsgevonden. Heeft u vragen tot zover? Nee? Ja. Een kindje was ontstaan na een donorconceptie. Dat is dan toch ook een keus? Een keuze van de ouders. Maar toch ook van het kind? Ja, kijk, er is altijd natuurlijk een bepaalde affiniteit. Want anders zou zo'n reïncarnerende ego hè, niet in die situatie terecht kunnen komen. Maar het is het is een minder natuurlijke situatie dan wanneer het op de normale manier gebeurt. En als je uit zou gaan van de wens van een kind om geboren te worden bij die moeder of bij die vader, dan zou zo'n handelswijze net zo natuurlijk kunnen zijn. Kijk, er is altijd elk individueel geval is anders natuurlijk, hè? En als er een hele, kijk, hoe universeler je bent, des te meer mogelijkheden heb je om geboren te worden. Want dan maakt het je niet zoveel uit of je nou in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk of in Engeland geboren wordt of in Spanje of weet ik waar. Ja? Want je bent universeel. Ben je nou een beetje beperkt in je mogelijkheden, ik wou bijna zeggen bekrompen, dan wil je alleen maar in die familie, in die situatie, alleen daar waar ze spinazie eten, ja? Rijstlusje niet, ja? Het is een hele beperkte. Dus het kan zijn dat er een hele sterke band is tussen een reïncarnerende ego, dat dan de moeder is, en een reïncarnerende ego die dan op dat moment in die toestand verkeert dat die geboren gaat worden. En dat daardoor er een situatie tot stand wordt gebracht dat die toch bij die vrouw terechtkomt. Kijk, als die band er is, dan kom je er altijd. Is het niet jouw kind, dan is het wel het kind van de buurman die dan heel erg, niet de buurman en de buurvrouw, hè, voor alle duidelijkheid, voordat hij verkeerde conclusies gaat trekken. Ja. Maar dan is er altijd wel een mogelijkheid dat je toch met elkaar in contact komt. Maar we moeten er altijd, we moeten er voorzichtig mee zijn. Kijk, deze visie zegt nooit, gij zult dit wel of gij zult dit niet. Wij geven de informatie en je moet zelf maar je keuzes maken. Dus wij, wat dat betreft, hebben wij geen geboden of verboden. Maar het universeel, hè? Ja. Dat klinkt heel vrijblijvend. Dat klinkt niet van, oh, wat kan mij schelen waar ik terecht wil. Ik wil het leven in. Dat kan. Ik wil geboren worden en iedere kans die meegeboden wordt, die zou ik aan kunnen geven. Ik neem die. Dat kan. Wat kan dan de band zijn tussen de ouders en het kind? Nou, omdat je kan je alleen maar thuis voelen
in één bepaald land of in één bepaalde familie. En je kan je thuis voelen bij iedereen. Kijk, de Dalai Lama die zegt, die heeft één grote wens, zegt hij, voor zijn volgend leven. Dat is dat hij daar geboren wordt waar het meeste leed is. Want dan kan hij het meeste voor zijn medemensen betekenen. Kijk, als je heel erg nationalistisch bent, het is mijn land, mijn stad van mijn partja, en dat alleen, dat is goed. Dan beperk je de mogelijkheden natuurlijk. Want dan moet je in het volgend leven, word je dan geboren. Tenzij je die andere steden haat, want dan heb je ook weer een attractie. Ja, dan word je misschien geboren in het land dat je het meeste haat. Ja, dus de racist die kan best geboren worden in een toestand waarin hij een mens wordt die hij in zijn vorige leven voortdurend gehaat heeft. Ja, maar je kan je toch niet alleen laten leiden door wat die mevrouw bedoelt van wat de oorsprong is. Je kan je voorstellen dat als een reïncarneerd ego ergens geboren wordt, dat die nog zoveel ontwikkelingen, zoveel toekomst tegemoet gaat, of nou jaren is, maakt niet uit. En dat, iemand, een persoonlijkheid, zeg maar, zich kan ontwikkelen, omdat hij nog heel veel jaren te gaan heeft. En dan gaat het toch te ver om je te beperken tot alleen maar van, is het op een natuurlijke manier geboren of is het op een kunstmatige manier geboren. De toekomst zal alleen nog wel sterker worden, omdat je tegenwoordig met klonen, maar ook met... het praat over robotisering, dat ook wij spreken de rol van de mens en robots de toekomst anders wordt dan wat we nu als tegenaan kijken. Dan denk je, ja, dan... Ja, het is te hopen dat dat niet gebeurt natuurlijk. Dat zal wel gebeuren. Waarom denk je dat dan? Ik wel. Nou, ik weet niet of het zou gaan gebeuren. Tot nu toe heeft men altijd... Dat doet toch niet te wijten met deze filosofie die je zeg maar, hier te sprake brengt. Dat je zegt van, er kunnen toch zoveel incarneerde ego's zijn die ook op een andere manier, ook als ze dus niet op de natuurlijke manier zijn verweerd, wij spreken toch perspectief hebben op toekomst. Natuurlijk, natuurlijk kan dat. Daarom zeg ik ook, je moet zelf die keuze maken. En als je als echtpaar bijvoorbeeld niet kinderen kan krijgen, en het lukt wel via in vitro fertilisatie, ja. Dan zou ik zeggen, dan moet je dat zelf weten natuurlijk. Dat is niet dat wij zeggen dat mag niet, of dat mag wel. Dat moet je zelf weten, maar weet wel dat je dan een bepaalde band forceert. En dat is niet natuurlijk. En dat is het enige. En ik zeg, ik hoop dat dat niet gebeurt, want ik hoop dat we met de natuur meewerken. Want dan krijgen we geen rampen. Als je tegen de natuur ingaat, dat zie je overal. Ja, kijk maar naar de milieuproblematiek. Als je tegen de natuur ingaat, dan zou er dus een reactie komen. Ja, de discussie over leven enzovoort. Een paardje over, je haalt Plato aan, hè, van in beweging komen enzovoort enzovoort. Zelfbeweging mogelijk maken. Maar dat heb je toch ook als je kijkt naar de plantenwereld. Als er één wereld is waar enorm veel kunstmatigheid plaats heeft. Omdat er dus de kruising, bestuivingen, op kunstmatige manier, grensmanipulatie gebeurt ongelooflijk veel. En dat dan ja, maar dat heeft ook zijn nadelen natuurlijk. Er zijn geloof ik nog maar 5-6 graansoorten. En als er een ziekte onder die graansoorten uit zou breken, dan zouden we dus hongersnood lijden. Terwijl als we het natuurlijke processengang hadden gaan, dan hadden we 100 graansoorten. En als dan één graansoort door een bepaalde bacterie aangetast zou worden, hadden we nog 99 over. Dus weet u, je kan natuurlijk de dingen manipuleren. En tot op een bepaalde hoogte. Maar op een gegeven moment slaat de natuur terug. Want als karma bestaat, dan is altijd alles actie en reactie. En op een gegeven moment dan ontstaat er dus een toestand waardoor we geconfronteerd worden met datgene wat we zelf gedaan hebben. Kijk, het is geen nieuwe fase hoor. En dan ga ik iets heel moeilijks vertellen. Maar in een hele lange tijd terug in de geschiedenis, en ook daar had Plato het over, toen we nog in het Atlantis waren, en er wordt dan gesproken over boze tovenaars, ja, die de wereld en de stof manipuleerden. Dat is eigenlijk wat er nu dreigt te gaan gebeuren als de mensheid apathisch toekijkt en niet in actie komt ten aanzien van alle manipulatie van de stof, ten aanzien van klonen, van genetische manipulatie enzovoort.
Ja? Mag ik ook nog wat vragen? Gaat u gang, meneer. Ik weet dat de Theosofische Vereniging niet voor bloedtransfusie is. Nee, dat is niet waar. Wij zijn nergens voor of nergens tegen. Nou, je moet zelf de keuze maken. Verder zullen we het niet doen, maar het zou... Dat is wat anders. Ja. Okay. Dan wordt een bevruchte eicel wordt bij een draad ingebracht. Ja. Dus die cel, die uitgroeit tot een baby, heeft 9 maanden vreemd bloed in zich. Ja. Nou, nee, nee. Dat ligt eraan door wie... Nee, het is geen vreemd bloed. Tenzij het een bevruchte eicel is van een andere moeder. Nou, dat is een draagmoeder. Nou, je kan ook van dezelfde moeder hebben met het zaad van een ander. Maar goed, oké. Okay. Ja? Wat, en gaat u door? Ik word ingebracht bij de buurvrouw. Ja? Nou, dan heeft die cel vreemd krijgt 9 maanden niet het bloed van zijn kunstmatige moeder. Ja? Nee, dat is een uitwisseling via de placenta van voedingsstoffen. Maar die vrucht heeft zijn eigen bloed. De bloedcel die maakt zelf wat. Ja, dat is waar, ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Heel wat geleerd, ja. Ja. Dus het heeft niet de bloed van de moeder. Want, nee, het schiet me ineens te binnen, want dat kan ook als die moeder een andere bloed... dan zouden alle kinderen dezelfde bloedgroep moeten hebben als de moeder, en dat is niet het geval. Ja. Maar het uithuwelijken, zeg maar, wat in bepaalde culturen gebeurt, is ook een bepaalde beperking. En ook als je daar geboren wordt, waar je uithuwelijkt, is het ook een keuze die je gemaakt hebt. Hè? Maar het is een beperking. Ja, ik denk tot zeker dat het beste op basis van wederzijds affiniteit kan plaatsvinden. En dan kan het beste, denk ik, ook nog op een niveau dat je niet alleen naar de lagere aspecten kijkt, maar vooral ook naar een overeenkomstig idealisme. Dat is, naar mijn idee, de beste band op basis waarvan je samen zou kunnen leven. Ja? Oké. Okay. Zeg je? Opgelost. Nou. Ja, van die bloed wel, ja. Oké. Okay. We gaan ervan uit. Dus die eicel, die astrale vorm van die reïncarnerende ego heeft zich verenigd met die eicel. En dan krijg je die toestand van celdelingen. Hè? 2, 4, 8. Als die... daar geïnteresseerd in ben, zondag, aanstaande zondag is alleen in het Engels, Learning from the Embryo, daar gaat het er helemaal over. We hebben daar ook artikelen over geschreven in Lucifer, het zijn hele interessante artikelen. Maar het interessante is dat die ongedifferentieerde cellen, hè, want die eerste cel is helemaal ongedifferentieerd, dus stam, en dat zijn die geslachtcellen, dat zijn dus universele cellen, dat die uitgroeien, hè, zo'n klompje cellen tot een kind van 3, 4 kilo... He, na 9 maanden. Maar wat nog veel interessanter is en wat eigenlijk niet verklaard kan worden, is dat er sprake is van celspecialisatie. Want op die universele stamcellen na zijn alle cellen gespecialiseerd. Hartcellen zijn anders dan longcellen, en dat zijn weer anders dan spiercellen, bloedcellen, hersencellen, noemt u maar op. Allemaal gespecialiseerd. Maar ze komen allemaal voort uit die ongespecialiseerde geslachtcellen. Hoe weten ze nou dat ze op een bepaald moment een hartcel moeten worden of een longcel? Dus precies op de plek, hè, waar zo de longen van dat kind gaan komen, gaan zich longcellen vormen. En precies op de plek van het hart gaan zich hartcellen vormen. En wat trouwens heel interessant is, maar dit even terzijde, is dat het hart in eerste instantie boven de hersenen zit en dan naar beneden zakt. Dat is een esoterische feit, dat er is een hele esoterische verklaring aan, ligt eraan ten grondslag. Hoe weten ze dat? Nou, als je dan... Waarom doet hij het niet? Als je dan dat astrale lichaam daarbij betrekt, is dat linker sharira, dan kan je dat verklaren. Want er is als het ware een blauwdruk, een mal,
waarop die cellen zich vormen. Ja, de fysieke atomen die die cellen vormen, de moleculen vormen en de andere levende bouwstenen vormen, want het zijn allemaal levende wezens, hè, die worden gerangschikt naar het model van dat lingua sharira dat er al is. En daarom kan een cel, voortgekomen uit een ongespecialiseerde stamcel, zich specialiseren tot bijvoorbeeld een spiercel of tot een hersencel. Want atoom voor atoom, cel voor cel, wordt dat fysieke lichaam van die embryo opgebouwd aan de hand van dat model van dat lingua sharira. Goed, na 9 maanden wordt die baby dan geboren. En degenen die dat hebben meegemaakt, die hebben dat toch wel vaak ervaren als een heilig moment, een verheven moment, mysterieus moment. En dat is ook vanuit de theorie goed te verklaren, want een wezen dat kort geleden nog in de geestelijk-goddelijke sferen vertoefde, die heeft weer contact gemaakt met aarde. Ja, navelstreng wordt doorgeknipt, begint weer te ademen. En waarom allemaal? Om zijn lessen weer voor te zetten. Het is als het ware een God die weer vlees geworden is, ja? Of zoals het in de Bijbel staat, de Christus wordt weer in de doeken gewikkeld. Ja? Zodat hij weer door kan gaan met de evolutie. Is die geboorte ten einde als die baby er is? Nee, want dat reïncarnatieproces eindigt pas als alle eigenschappen, alle vermogens weer actief zijn gemaakt. En dat is pas zo rond het 21ste jaar. In het algemeen, het gaat dan altijd in deze volgorde. Hè? Eerst het lichamelijke. Die baby die gaat eerst een beetje kruipen, op zijn buikje rollen en zo. Het gevoelselement, zintuigelijke waarneming, vitaliteit. Dat zijn van die momenten dat je zou willen als vader of als moeder dat er een aan- en uitknopje op zat, hè? Dan klimmen ze op de piano en zo. En dan de begeerte, krijgt een eigen willetje. Intellect, zo rond het 7e. En dan de puberteit, 12, 11, 12, 13. Dan zien ze dat de wereld anders is dan dat die zou moeten zijn. Dus dan is het inzicht daar, het begripsvermogen, het idealisme. Dan zien ze dat de wereld niet is zoals die moet zijn, want ze gaan zelf die idealen krijgen. En zo rond het 21ste, dan hebben ze in zover, voor zover in vorige levens actief gemaakt natuurlijk, weer alles wat ze in die vorige levens hadden tot activiteit geprikkeld. Dan zijn ze weer geworden die ze waren, niets meer en niets minder. En uiteraard is 21 het gemiddelde. Sommigen doen er wat langer over. En sommigen die wat wijzer zijn en die het dus sneller kunnen doen, die doen het dus wel sneller. Dus degene van 18 of 19 die nu in de zaal zitten, die zijn wat sneller dan de anderen, ja? Hebben we na 21 jaar nou precies die persoonlijkheid die we in het vorige leven waren? Ja en nee. We hebben diezelfde bouwstenen verzameld, diezelfde skanda's, diezelfde levensatomen. En die hebben we zelf opgevoed, hè, dat zijn onze kinderen. Maar ook nee, want we geven op onze nieuwe manier vorm aan die skanda's, aan die levensatomen. Ja, als het goed is, zijn we gegroeid. Ja, zoals ik net al zei, die boom in de lente is anders dan de boom in de lente daarvoor. Het is wel dezelfde boom natuurlijk, maar hij is wel gegroeid. Zijn takken afgevallen, zijn nieuwe takken bijgekomen. Bent u morgen dezelfde als vandaag? Ja en nee, je bent hetzelfde bewustzijn, maar wel ietsje anders. Misschien ook wel door deze lezing, dat hij toch iets anders geworden bent. Kortom, in een nieuw leven hebben we wel de nieuwe persoonlijkheid opgebouwd, maar omdat die op basis van die skandas die we in het vorige leven hebben samengesteld is, wijkt die niet zoveel af of lijkt die heel erg op de persoonlijkheid die in het vorige leven waren. Een voorbeeld te geven, stel iemand die in een vorig leven sterk de neiging tot roddelen had, maar dat in dat vorige leven al tot op een zekere hoogte had opgelost, of iemand die een beetje gulzig was, altijd veel at, maar ook daaraan gewerkt heeft, die zal in een volgend leven misschien ook nog wel een klein beetje de neiging tot roddelen hebben, maar hij heeft het voor een deel al overwonnen.
Ja? Dus als je niet zo goed in wiskunde bent en je zakt voor je examen, maar je hebt toch je best gedaan, je hebt toch iets geleerd, dan zou je in een volgend leven met een iets meer aanleg voor wiskunde terugkomen dan in dit leven. En dat geldt dus voor alle andere dingen ook. Ook voor mensenkennis, voor inzichten, voor mededogen, enzovoort, enzovoort. Dus elke daad, elke gedachte, alles wat we leren, niets gaat verloren, maar manifesteert zich altijd in volgende fase. Hè? Voor de pauze zeiden we het al, cyclus is een wenteltrap. Elke nieuwe geboorte is een kans tot groei. En daarom is elke geboorte een vreugdevol feit, want we krijgen opnieuw de kans om onze geestelijke, goddelijke potenties in dit leven gestalte te geven. Wat heb ik hier allemaal verteld? De reïncarnerende ego maakt door, dat heb ik hier allemaal niet verteld, want ik heb een paar dingen overgeslagen. Maar goed, dat de reïncarnerende ego maakt door psychomagnetische affiniteit contact met de stoffelijke wereld. Het eerste punt van contact is een levensatoom, een geslachtscel. De embryo groeit naar het model van het linker sharira, het modellichaam. Karmische banden bepalen waar en wanneer de baby geboren wordt. Elk nieuw leven hebben we een nieuwe persoonlijkheid die echter sterk lijkt op de persoonlijkheid die we in het vorige leven waren. We hebben geloof ik nog 12 minuten voor vragen. Ga je gaan. Je had het net over dat panoramisch visioen je ook krijgt wanneer, voordat je geboren wordt, ja. Niet alleen als je sterft, ja. Maar ook dat je dus al bijna nou ja, op de een of andere manier ziet wat er zo'n beetje gaat komen. Ja. Maar dan denk ik van toch van dat je dan toch in je vorige leven een bepaalde ontwikkeling moet hebben gehad om dat in het nieuwe leven door te krijgen. Nou ja, iedereen krijgt altijd datgene wat hij oogst. En vaak zijn mensen niet eerlijk tegenover zichzelf. Maar als ze eerlijk zouden zijn en goed naar zichzelf zouden kijken en eerlijk bij zichzelf te raden zouden gaan, dan moeten ze erachter komen dat datgene wat ze oogsten in het leven eigenlijk precies datgene is wat ze verdienen. Ja, maar dat kan. En de reactie daarop, hè, want er zijn mensen die in hele vervelende omstandigheden leven, dat bepaalt je geluk. Er is een cabaretier, ik ben zijn naam even vergeten, die blind geboren is. Ja. En hij dreigt nu doof te worden. Oh, Vincent Bijlo. Juist. Ja. Ik las een interview met hem, Vincent Bijlo's. En nou, hij ziet het helemaal niet als een probleem. Nee. En die interviewer die wil maar praten over hoe zielig die is. Maar hij vindt zichzelf helemaal niet zielig. Nee. Dus de reactie op die omstandigheden bepaalt of je gelukkig bent of niet gelukkig bent. Ja. Maar dus zo iemand, hè, zo iemand die heeft dus, net als iedereen, een panoramisch visioen gehad voor de geboorte, zag dus de omstandigheden waarin die terecht zou komen, heeft klaarblijkelijk dat in zich opgenomen. En hoewel die dat, volgende week gaan we erover praten, hoewel die dat niet letterlijk herinnert, nee. Heeft hij dat in een meer spirituele deel van zijn bewustzijn blijkbaar helemaal zichzelf eigen gemaakt, ja. Waardoor die in die omstandigheid helemaal geen probleem ziet. Ja. Nee. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die dat nog niet doorhebben. Ja, dat is en waar. Dan met de problemen in het nieuwe leven, ikzelf inclusief, zolang je dat niet doorhebt, ga je met de problemen die er dus aankomen, niet goed om. Vandaar dat wij, je het niet door. En vandaar dat wij deze lezing organiseren, ja, zodat je het door gaat krijgen. Ja, maar daar kom je, als je geen ouders hebt die daarmee bezig zijn, kan je daar in een vrij laag stadium pas achterkomen. Dat is waar, maar dat is ook niet toevallig natuurlijk. Hè? Dat is ook niet toevallig, maar natuurlijk niet iedereen is hetzelfde. En sommige mensen zullen heel makkelijk bepaalde gedachten tot zich nemen en anderen zullen dat met wat meer moeite doen.
Maar dat is niet erg. Ik bedoel, we kijken uit. Het is geen competitie of zo, wie het verst ontwikkeld is. We doen allemaal ons best. En op basis... Nee, maar ik wel. Op basis waarvan we ons ontwikkeld hebben, daaruit kunnen we verder gaan. Ik ben ook gehandicapt als ik me vergelijk met een Boeddha. Sterk gehandicapt zelf. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik niet de mogelijkheid heb om binnen de mogelijkheden die ik heb verder te groeien. Al vind ik wel dat je... Ik wou even kijken of er nog andere vragen zijn. Nou, ik wou iets aardigs zeggen. Ja, maar... Ik vind dat je steeds meer op Gandhi gaat lijken. Ja. Dat wou ik even zeggen. Oké. Dankjewel. Ik word steeds kaler, met andere woorden. Ik heb kleding nog. Ja, daarom. Meneer. Dat is het risico, zoals je net in de discussie had met die mevrouw, dat je bij spreken heel hard geoordeeld en zo. Wat ik dan als mis, denk ik wel eens, van mis als een plek voor troost. Hè? Dat je geen elkaar kan troosten met dat je niet alles lukt en dat je niet allemaal zo succesvol bent enzovoort enzovoort. Kan je dat bedoelen? Ja, tuurlijk. Maar ja, sommige mensen noemen het hard. Andere mensen noemen het eerlijk. Weet u, het is niet zo dat wij hard zijn in de zin dat wij mensen veroordelen of oordelen of zeggen, oh kijk, nee, want ik weet niet wat het verleden van iemand geweest is en ik weet dus ook niet wat de toekomst van iemand is en ik weet ook niet welke problemen ik nog allemaal in mijn leven ga krijgen en welke moeilijkheden ik moet nog oplossen. Nee, integendeel, we zijn er juist voor om elkaar te helpen, want als we dus vanuit de theosofie echt in het leven staan, dan zullen we proberen altijd die hogere aspecten te ontwikkelen, mededogen, menslievendheid, elkaar helpen, elkaar steunen. Alleen helpen wil niet zeggen met elkaar huilen. Helpen wil zeggen dat je mensen in staat stelt om zichzelf te helpen. Dat is echt mededogen. Snap je wat ik bedoel? Dus niet zeggen van, ah, wat ben jij zielig. Nee, wel hem de middelen geven. Dus de handreikingen geven, waardoor hij zichzelf kan helpen. Dat is voor ons de beste manier. Ja? En natuurlijk, als iemand door het leven een klap van het leven heeft gekregen, dan leg je een arm om hem heen en dan troost je hem. En dan ga je niet over de theosofie vertellen. Nee, dan troost je hem eerst en je geeft hem een kop koffie of thee of weet ik veel. En misschien dat je dan in een ander stadium probeert te zeggen van, joh, kijk eens, de theosofie kijkt er zo en zo tegenaan. Hè? Ja, ga aan. Arend, voor mij rechts in de hoek is een mooie ben over anders denken. Je hebt het zelf ook een paar keer vermeld. Die cursus gaat binnenkort weer beginnen. Zou het slim zijn, een idee zijn, dat je op een gegeven moment, nu of in je volgende lezing bij het vraaguurtje, iets gaat, inhoudelijks gaat vertellen over anders denken? Oh, dat wil ik gerust doen hoor. Anders denken. Die al planning nu uitkomt. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is een cursus die volgende week vrijdag, geloof ik, start hier in Den Haag. Volgende week donderdag. En het is op basis van een groep van, het zijn het 10, 12, 14 mensen. Dat we met elkaar. En nu is het zo bij zo'n openbare lezing dat er één iemand aan het woord is en anderen luisteren. Maar bij anders denken, dan heb je een 7, 8 bladzijden tekst over een bepaald onderwerp. We bestuderen dan in eerste instantie het denken, het denkvermogen, die verschillende aspecten van de mens. We beginnen altijd in les 1 met de God van Plato. Hè? Dat is een bekend beeld, omdat dat eigenlijk datgene is wat wij dan onder dat woord persoonlijkheid hebben. We zijn dus eigenlijk schaduwen op de wand. We identificeren ons met die schaduw en die persoonlijkheid, maar we zijn heel wat anders. Dan gaan we kijken, wat is dan dat andere? Dus die 7 aspecten, die gaan we dan, als het goed is, herkennen. U gaat die herkennen. En op een gegeven moment, bij les 7 dan, gaan we zeggen van, oké, nu weten we wat we allemaal in ons zit. Hoe kunnen we nou dat denken veranderen? Nou, dat kan. En dan krijg je zo'n gedachte, dat gedachten levende wezens zijn, en dat we gedachten kunnen sturen, kunnen uitzenden. En als we gedachten op een bepaald niveau uitzenden, zullen we ook op een ander niveau gedachten oogsten. En dat gaat altijd, vind ik, in een gemoedelijke leuke sfeer.
Dus dat is een beetje de cursus anders denken. Daar nog een vraag? Ja, we zijn een beetje nu van het onderwerp af, maar ik vind eigenlijk na uw verhaal, conceptie en geboorte nog veel mooier dan ik het al vond. Maar ik kwam wel ineens in een probleem toen ik over het fenomeen van natuurlijke miskramen begon na te denken. Want toen dacht ik, dat vind ik, denk, worden zulke bijzondere krachten samengebracht om het tot conceptie te komen. En toen raakte ik even in de knoop bij die gedachte. Weet u dat er veel meer miskramen zijn dan dat er waarschijnlijk ooit wordt vastgesteld? En dat klinkt een beetje vreemd, maar dat is eigenlijk wel logisch ook. Want die beginfase is van alles heel erg moeilijk. Dus het is ook moeilijk voor die reïncarnerende ego om contact te maken met die uiterlijke wereld. Ik zou een hele gekke vergelijking geven, maar dat klopt precies. Het begin van een planeet of van een ster is een komeet. En die komeet die trekt door het zonnestelsel, totdat hij op een gegeven moment een plekje vindt bij een bepaalde zon en daar een planeet wordt. Maar, heel vaak, en we hebben dat pas nog eens meegemaakt, wordt zo'n komeet opgeslokt door een zon. Die eet hem op. Ja? Nou, eigenlijk is dat precies hetzelfde. Zo'n reïncarnerende ego die zendt zo'n straal uit, maar dat lukt niet altijd. En dan moet hij het vervolgens weer proberen, misschien een maand later. Misschien een jaar later. Dus op zich is dat helemaal niet zo heel erg. Dan komt het er weer opnieuw. En voor de moeder is het natuurlijk een vreselijk trieste situatie. Dat begrijp ik ook wel. Vooral als je het heel graag wil. Dan is het mislukt. Maar vanuit het standpunt van de reïncarnerende ego is het een natuurlijk proces. En misschien heeft het al 10 keer plaatsgevonden zonder dat je het weet. Maar dan is het na 3 of 4 dagen. Dan vloeit dat automatisch weg. Want dan is er. Kijk, weet je. Ja, ik heb een heleboel dingen niet verteld. Als je echt geïnteresseerd bent, moet je zondag komen. Die eerste fase van zo'n embryo. Hij gaat eigenlijk door al die fasen. Eerst de minerale fase. Dan de plantaardige fase. Als hij door de plantaardige fase gaat, zo'n embryo. Dan, net als een plant, nestelt hij zich in de baarmoeder. Hij zet eigenlijk zijn worteltjes uit. Plantaardig, ja? Dus die cellen, die levensatomen, die gaan zich in die baarmoeder nestelen. Nou, dat gaat vaak mis. En dat is dan na, 6, 7 dagen. Dus dan vloeit dat af. Nou, volgende maand proberen we het opnieuw. Als vader ook wil. Goed. Oh, nog eentje. En wat nou als, zeg maar, kinderen geboren worden en na 1 jaar of 2... sterven al? Ja, weet je, dat is ook een goede vraag. Maar eigenlijk vanuit de theosofie gezien is dat. Ja, het is natuurlijk wel sterven, maar het is eigenlijk niet sterven. Het is eigenlijk een mislukte geboorte. Want dat hele proces van sterven, dat al die elementen weer opgelost moeten worden, dat zou niet plaatsvinden. Maar zo'n wezen zou eigenlijk in de sfeer van de aarde blijven. En zou weer relatief snel een volgende poging doen. En je ziet soms ook dat bij ouders die een kind verliezen, dat er dan 1 of 2 jaar later weer een kindje geboren wordt. En het zou best eens hetzelfde kindje kunnen zijn. Is de cyclus van reïncarnatie te verbreken? Ja. Moet je per se toch reïncarneren? Nee. Je kan, als je helemaal geïdentificeerd hebt met je hogere natuur, hè, met Atman, dus helemaal geen banden, geen binding meer hebt, onthecht bent, dan ga je wat de boeddhisten noemen nirvana in. Ja, dan ben je los. Maar vanuit de theosofie pleiten wij daar niet voor. En waarom niet? Omdat je dan niks meer voor je medemensen kunt betekenen. Dus zelfs als je in die staat gekomen bent, dat je helemaal losgekomen bent van die aardse sfeer, dan zullen de allergrootste onder de mensen. Ja, dus de Boeddha's en de meesters, dus mensen als Jezus en Krishna, noem ze maar op, die zullen dan toch op aarde terugkomen, ja, avatara's en dat soort verhalen, ten einde hun medemens te helpen, te inspireren, de weg te wijzen enzovoort. Dus het kan wel, maar
vanuit de TSV wordt het niet gepropageerd. Goed, we kunnen dan nog een half uur doorpraten, maar dan is dit het einde van het officiële gedeelte. En dan eindigen we altijd met een invocatie en dat is dus een oproep tot onze innerlijke God. En dat wordt dan hier voorgesteld als een gouden zon. Het is geen gebed of zo, hè? Mag je ogen ook open houden. Maar het is een oproep tot datgene wat onze essentie is, tot Atman. O gouden zon met die verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest. Opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.